FC Utrecht, dat is vast een club. Mark Groen, allereerst van harte welkom hier bij de sportvereniging. Hoe vind je het om hier vandaag te gast te zijn? Leuk, bijzonder, omdat ik hier wel eens meer kom, maar zo af en toe. Maar nu ook een keer vanaf deze kant naar binnen kom en hier door jullie verwelkomd word. Hartstikke goed. Wat is jou het meest bijgebleven uit je tijd hier bij Utrecht? De 12e man, hier de supporters. Ik liep ook met rug nummer 12. Dus dat was heel bijzonder. Dus als je ging warmlopen, dan meteen werd gescandeerd je eigen naam. Dat was toch wel een hele bijzondere gewaarwording. Ik kan me voorstellen, jouw debuut was er natuurlijk eentje om nooit te vergeten. 2 goals. Ik geloof Edwin Gortes, Cyril Dessus, Nassim Maci. Die hebben ook 2 goals gemaakt bij hun debuut. Hoe was dat om zo te debuteren? Nou, volgens mij was ik de eerste die dat toen deed. Het enige was, ik zat de eerste 45 minuten op de bank bij Sparta. We stonden volgens mij al met 3-0 achter. En eerste balcontact was een doelpunt en er volgde er nog één. Helaas, het werd 6-2, dus dat was minder. Maar persoonlijk voelde dat natuurlijk wel heel mooi. Invallen en 2 doelpunten maken. Ik kan me iets meer voorstellen. Mark, kan jij vertellen wat je tegenwoordig doet? Ik werk bij de Sociale Verzekeringsbank. Als facilitair manager, als regio manager over verschillende locaties. En ik doe daarnaast van alles met mobiliteit. Dus netwerken om mensen van werk naar werk te helpen. Nooit overwegen om iets te gaan doen in de voetballerij? Nee, eigenlijk niet. Behalve met Breukelen B3 kampioen worden? Nou, ik heb wel meerdere dingen gedaan als speler, maar niet de coachen bij mijn zoons. Maar verder, nee, echt niks. Oké, okay, nou, we voetballen vandaag tegen Fortuna Sittard. Vertel eens, jij wou vandaag per se aanwezig zijn. Kan je vertellen waarom? Nou, het leuke is dat dit een ploeg is waar ik tegen gescoord heb. En het waren er maar 5 in de Eredivisie. En ik stond natuurlijk na 2 wedstrijden al bovenaan met Romario met 3 goals. Ja. Dus dat staat mij nog bij. En daarna verdween ik op de bank steeds invallen. En bij Fortuna uit maakte ik ook 1, waardoor we daar met 2-1 wonnen. Lekker. Dus dan is dit wel een leuke wedstrijd. Ik kan me goed voorstellen. Wat verwacht je voor een wedstrijd van vandaag? In principe verwacht ik 1 richtingsverkeer. En ik hoop dat ze gewoon er een mooie wedstrijd van maken. Dus, en toch ook wel wat doelpunten, want ze hebben heel veel kansen. Maar ja, je moet er gewoon een paar... Moet ze wel maken, hè? Je moet ze wel maken, dat is wel het belangrijkste. Voorspelling? Ik ga gek doen 4-1. Doe het voor Mark, hartstikke leuk dat je wil zijn. En we gaan lekker sappie doen, sport zo. Ja. FC Utrecht, dat is vast een club. FC Utrecht, de wint de wereldcup. FC Utrecht, maakt steeds weer een goal. Utrecht, doorgaan, dat is het parool.